In een opmerkelijk moment tijdens het televisiegala van 2017 werden Wendy van Dijk en Erland Galjaard, destijds het powerkoppel van RTL 4, op een weinig flatteuze wijze vastgelegd door de regie. Met hun armen over elkaar, ogenschijnlijk verveeld en kauwgom kauwend, leken ze eerder op lama's dan op het stralende duo dat ze gewoonlijk waren. Het resultaat? Zelfs de kijkers kregen er bijna kaakpijn van. Dit incident diende als een wijze les voor vele bekende Nederlanders. Zorg ervoor dat je altijd een geïnteresseerde houding behoudt, want op ieder moment kun je onverwacht in beeld komen. Voorafgaand aan de meest recente editie van het gala gaf Peter Pannekoek deze boodschap aan alle sterren in de zaal. Interessant genoeg was deze boodschap alleen zichtbaar voor het live publiek in de zaal, niet voor de tv-kijkers. Frits Hufnagel deelde zijn bewondering voor Peters aanpak en hoe hij met een krachtige start begon door te zeggen: jullie zijn het ergste publiek dat er is, waarmee hij meteen de zaal prikkelde. De zaal reageerde in eerste instantie verrast, zoals Dianta Broeks opmerkte, en zij deelde zelfs Fram Gente van Peters optreden. Ze hadden zelfs een onderlinge afspraak om niet chagrijnig te kijken, aangezien ze wisten dat dit op tv te zien zou zijn. Maar opmerkelijk genoeg werd het beruchte moment met Wendy en Erland nooit op televisie uitgezonden. Het publiek in de zaal kreeg echter wel een waarschuwing. Ze toonden het beruchte voorbeeld van Wendy en Erland die in het verleden in Carré onderuit gezakt zaten. De boodschap was duidelijk: voorkom dit gedrag, anders is dit het resultaat. Een grappig moment waarin Wendy duidelijk onverwachts in het middelpunt van de aandacht stond, te midden van vele andere bekende Nederlanders.